Ik snapte er echt helemaal niks van. Dat geeft niet. Ik voel me nu een beetje dom. Nee, daar moet je geen zorgen om maken. Ik was altijd al een verslavingsgevoelig jochie. Zodra ik zelf naar de kermis kon, stond ik uren bij de muntjeschuivers en grijpmachines. Ik vond het heerlijk. De adrenaline en de mogelijkheid om misschien wel iets te winnen. Nu, 10 jaar later, had ik eigenlijk toen al gewaarschuwd moeten worden. Mijn naam is Max en ik heb in 3 jaar tijd 16.000 euro vergokt. En dat is weg, voor altijd, en dat krijg ik nooit meer terug. Gokken doe ik niet meer, maar verslaafd blijf ik altijd. Het enige wat ik nu nog kan doen, is ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen hetzelfde overkomt. Want meer dan de helft van Nederland, zo'n 9 miljoen mensen, waagt wel eens een gokje. En niet zo'n beetje ook, in het afgelopen jaar hebben we met z'n allen 1 miljard euro vergokt. We zetten in op postcodes, paarden, doelpunten. Zelfs de overwinning van Mia en Dion had zijn eigen kwartering. Duur voor ons, maar lekker voor de staatskas. Want de Nederlandse staat had tot 2021 alle aandelen van de Nederlandse Loterij en Holland Casino. En daarmee dus ook van Krasloten, Toto, Staatsloterij, Lotto, etc. Al die winst gaat naar de staat. En werd vervolgens weer grof uitgegeven aan prijswinnende reclames met slogans als leef spannend en laat je dromen uitkomen. Zo kreeg Nederland dus jarenlang bakken met geld binnen uit de gokindustrie. Maar gokken is een verslavingsgevoelige hobby. Dus vond de staat dat ze gokkers ook moesten beschermen. Daarom werd in 2012 de Kansspelautoriteit opgericht. Zij moeten ervoor zorgen dat kansspelen eerlijk verlopen en deelnemers niet verslaafd raken. Ho, stop. De Nederlandse staat is dus aandeelhouder en toezichthouder op de kansspelmarkt. Het is de voetballer en de scheidsrechter. Alleen lijkt de scheidsrechter er meer voor de vorm. Want de Kansspelautoriteit meldde al in 2019 dat al die reclames kwetsbare groepen als jongeren juist kunnen raken. En dat zij hierdoor kunnen gaan denken dat gokken voor hen helemaal prima is. En de Kansspelautoriteit had nog een ander probleem. Er was ook een grote groep gokkers waar ze helemaal geen grip op had. De online gokkers. Wilde je vanaf de bank gokken, dan moest je op illegale Europese casino's spelen. Want onze eigen staat, die had er geen. Het probleem van de illegale casino's was duidelijk. Niemand had daar een verplichte limiet. Er was nul bescherming voor spelers en nauwelijks hulp als je wilde stoppen. Maar dat hield ons niet tegen. Alleen al in 2020 vergokten we zo'n 750 miljoen euro op illegale online casino's. Online gokken moest worden aangepakt. En daar was één duidelijke oplossing voor. Just damn legalize it. Dat is precies de reden waarom het belangrijk is dat je, als je een kansje wil wagen, dat je dat doet bij een website die legaal dat doet in Nederland. En dus werd eind 2021 online gokken in één klap legaal. Vanaf vandaag mag er in Nederland online worden gegokt en ze mogen ook reclame maken. Eindelijk konden we al die online gokkers beter beschermen en gokverslaving tegengaan. Dat klinkt helemaal geweldig, toch? Dat dacht ik ook. Maar er was één klein detail dat over het hoofd werd gezien. Met de legalisering kwamen ook nieuwe online aanbieders op de markt, die niet van de staat waren. Bushokjes veranderden in gokflyers, voetbalclubs werden gesponsord door casino's en oude, opgeblazen voetballers kwamen weer op de televisie. En de staat, die deed gewoon even hard mee. Sterker nog, ze gaf 2 keer zoveel uit aan reclames als de andere aanbieders. Natuurlijk moesten al deze reclames gokkers naar een veilig en legaal online domein lokken. Maar dit was buiten alle proporties. Er is misschien alleen nog maar meer olie op het vuur gegooid. Want inmiddels zijn alle reclames uit het straatbeeld, maar het kwaad is al geschied. 61% van alle online spelers had voor de legalisering nog nooit gegokt. Het aantal gokkers is dus sinds de legalisering verdubbeld. Oh, en misschien niet onbelangrijk. Op dit moment is 1 op de 5 gokkers tussen de 18 en 23 jaar oud. De komende 4 weken duik ik in mijn eigen gokverslaving en ga ik op zoek naar verhalen van anderen. Wanneer is een leuk spelletje opeens een probleem? En hoe kunnen we jonge mensen beter bewust maken van de gevaren? Dit is Verslaafd aan Verliezen. Ik weet het nog goed, de eerste keer dat ik naar het casino ging.
Ik was net 18, ik had een bijbaantje en ging er samen met collega's naartoe. Ik had 30 euro fooi gekregen en ik wilde kijken wat ik daarvan kon maken. Vanaf moment 1 was ik betoverd. Al die geluiden, de sfeer, gratis eten. Ik vond het allemaal fantastisch. En ik voelde me nog beter toen ik begon met spelen. Het was spannend, mijn hart klopte. 1 grote adrenalinekick. En een uur later stond ik buiten met 500 euro cash in mijn zak. Dit is de shit, dacht ik. Maar ik had geen idee van wat voor shitshow het echt zou gaan worden. Inmiddels ben ik 2 jaar lang clean, maar ik denk nog steeds veel aan gokken. Als ik een gokreclame zie of iemand een spelletje zie spelen, dan krijg ik gelijk zelf zin om het te doen. Het zit dus nog steeds in mijn hoofd. Niet heel gek, want gokverslaving speelt zich voornamelijk af in je brein. Ik ga langs bij neuropsycholoog Miranda. Zou er iets in mijn hersenen zitten wat mijn verslaving kan verklaren? Miranda, ik heb het idee dat ik zo ga waterpolen. Ja, klopt. En deze doken gaat over gokverslaving. Ja, nee. Jij gaat straks meedoen aan een EEG-experiment. Dat is een experiment waarbij we je vragen om bepaalde opdrachten te doen. En je hersenen reageren daar meteen op en dat meten we. Bij personen met een gokverslaving zijn 2 processen aangetast. Grofweg, de cognitieve controlesysteem en het beloningssysteem. Oké, wat is het cognitieve controlesysteem? Het cognitieve controlesysteem is een proces of een vermogen wat wij allemaal hebben. Wat ervoor zorgt dat je goed je gedrag in kan houden. Als je wil opscheppen en je denkt, doe ik even niet. Ja, precies. Ja, okay. Zeker. En we weten dat bij personen met een verslaving dat aangetast is. Dat je dat minder goed kan. Het beloningssysteem is een ander systeem wat eigenlijk de reacties op straf en op belonen. Dat is ook aangetast bij personen met een verslaving. Namelijk dat je minder gevoelig wordt voor de beloning. En dat zorgt er weer voor dat je meer en vaker wilt gaan gebruiken. Dus of gokken of een middel gebruiken. Dat is toch gek? Dat je minder gevoelig wordt voor beloning? Ja, ja. Want je zou juist zeggen dat je super gevoelig wordt voor beloning. Ja, klopt. En in het algemeen ben je gewoon, dat zijn we allemaal, gevoelig voor beloning en voor straffen. En we weten ondertussen dat bij personen met een verslaving dit is aangetast. En dat kunnen we goed meten aan de hand van je hersenactiviteit. Ja. Waarom is gokken nou zo lekker voor ons brein? Nou, het spelletje wat je speelt, vaak bij gokken of bij een loterij, dan kan je iets winnen. Hè? Het levert vaak wat concreets op, zoals geld. Ja. Maar in het echt is het zo dat die spelletjes ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je in controle bent. Dat je, als je beter wordt, een grotere kans hebt op slagen. Maar in het echt is dat eigenlijk niet zo. En ondanks dat personen met een gokverslaving weten dat er consequenties zijn, hè, dus bijvoorbeeld geldverlies, blijven ze doorgaan. En dat komt dus door die controle- en beloningssysteem die aangetast is. Mijn eerste taak heet de go-no-go-taak. Deze test meet mijn cognitieve controlesysteem. In hoeverre kan ik mezelf beheersen en fout gedrag bijsturen? Om dit te testen krijg ik telkens een andere letter te zien. Of de W of de M. Bij de W moet ik op een knop drukken en bij de M doe ik niets. Op het moment dat je een fout maakt, dan reageert je brein hierop. Onderdeel van die cognitieve controle is dus ook je vermogen om je gedrag bij te houden. Dus ook als je een fout maakt of een goede beslissing maakt, dan willen we weten hoe dat in het brein verloopt qua proces. De tweede taak, de reward sensitivity taak, lijkt iets meer op gokken. Deze meet mijn beloningssysteem. Ik krijg telkens 2 vierkantjes te zien waarbij ik de juiste moet aanklikken. Kies ik de juiste, dan win ik. Kies ik de verkeerde, dan verlies ik. Via de draden op mijn hoofd krijgt Miranda in de andere ruimte gegevens binnen over hoe ik reageer op deze beloningen. Bij dit taakje specifiek moeten proefpersonen achterkomen welk blokje nou winstgevend is, waar die mee kan winnen. En dat verandert telkens weer, dus hij moet weer op zoek gaan naar een andere strategie. En dat houdt, dat weergeeft eigenlijk ook wat je in het echt bij bijvoorbeeld gokken moet doen. Een manier vinden waarop je de kans vergroot dat je kan gaan winnen. En dat proberen wij hier een beetje na te bootsen. Het is best confronterend om te horen dat een verslaafd brein is aangetast, waardoor je dus moeilijker weerstand kunt bieden tegen dat stomme spelletje. Maar aanbieders van online gokspellen maken het je dan ook niet zo makkelijk. Gedragsontwerper Vincent dook voor ons in de trucendoos van de online casino's. Top. Wat heb jij de afgelopen tijd gedaan, Vincent? Nou, ik heb voor jullie een paar websites bekeken.
En eigenlijk kwam ik op eentje uit waar ik echt professioneel gezien van onder de indruk was. Als je gewoon die eerste vier termen, oer-Hollands, verantwoord spelen, privacy staat bij ons voorop en geen pushpas, oftewel geen gezeik. Het is ook legaal gokken, hè? Dit is allemaal onderbouwing, hè? Extra aanvulling aan dat idee dat we slim welbewust kunnen gokken met elkaar. Ze verlagen daarmee eigenlijk de drempels voor mensen, hè? Want het is toch wel spannend, zeker als je het nog nooit hebt gedaan. Maar als je ook gewoon gaat kijken, naar, als het andere tapje kijkt, naar verantwoord spelen, daar doen ze ook iets heel interessant. Namelijk, daar komen ze met de dikke titel, bewaar je rust, speel bewust. Weet je wel? Ja, daar zit een rijmconstruct in, rhythm as rhyme effect noemen we dat. Het is een soort van crack voor je brein. Dat voelt zo logisch, dat moet wel waar zijn. In onderzoeken zien we ook, op het moment dat we dingen verdomd logisch laten klinken, dan wordt dat gewoon geloofwaardiger. Nou ja, laten we eens kijken. Hè. Want, om te gokken hebben we natuurlijk geld nodig. Om geld op zo'n site te krijgen, moeten we opwaarderen, zoals dat hier heet, in je wallet. Als ik daar nu eens even op klik, ja, ik kwam eigenlijk voor het saldo, maar ze komen nog met extra, ja, ze noemen het dan bonussen. Hè? Als je iets gratis krijgt, we noemen dat reciprocity, oftewel het wederkerigheidsprincipe. Op het moment dat jij, nou ja, neem even een voorbeeldje aan bijvoorbeeld de patatzaak. Hè? Die ontwerpen bewust kleinere patatbakjes. Waarom doen zij dit? Zodat ze hem daarna overvol gooien. Ze gooien er nog een schep bij, ze gooien nog een schep erbij in de zak. Op dat moment krijgen wij een heel erg wederkerig gevoel. Namelijk, ah wauw, ik heb iets extra's gekregen. Je bent daardoor sneller geneigd terug te komen. Sneller geneigd om op dat moment te gaan spelen. En ja, dit merk in dit geval sympathiek te vinden. Als je kijkt naar het stukje met welk bedrag wil je opwaarderen. Daar doen ze iets heel slim. Ze hebben 20, 50, 99 en 200 euro. Die hebben ze eigenlijk al neergezet. Dat had ook niet gehoeven. Hè? Ze hadden ook alleen maar vul het zelf in. Maar ze beïnvloeden eigenlijk zo mijn gedachten om na te denken over 50 euro. Dat noemen we de default hier in dit geval. Hij staat standaard al op 50 euro. Terwijl als je dat allemaal weg zou laten en het is een open veld, dan is de kans best wel groot dat ik misschien initieel wat ik bedacht had, namelijk 10 euro. Maar 10 euro staat er niet bij. Maar ze gaan altijd hoger eindigen dan dat ze misschien van tevoren bedacht hebben. De testen bij neuropsycholoog Miranda zitten erop en ik ben heel benieuwd of mijn gokverslaving sporen in mijn brein heeft achtergelaten. Ik snapte er echt helemaal niks van. Dat geeft niet. Maar echt, hoe doe je dit? Op een goede manier. Dit is toch niet. Zijn er mensen die dit snappen? Nee, dat is in principe ook weer verschillend per persoon. Maar het trucje is inderdaad uitzoeken wat werkt. Ik voel me nu een beetje dom. Nee, daar moet je geen zorgen om maken. We zijn juist hartstikke blij als je voor verschillende dingen hebt gekozen. Oké. Okay. Ja. Wat gaan we nu doen? Ik ga je ontkoppelen en dan mag jij even gaan zitten en dan ga ik de data analyseren. Eindelijk. Ik kan even rust pakken. Zeker. Even naar de wc. Ik ben al, zit al fucking 2 uur in deze stoel. Ja, normaal zijn die taakjes heel erg kort. Ja, nee. Dus dat scheelt. Ik was er gewoon niet goed in. Oké. Okay. Ah, vrijheid. Ik heb geen onderkin meer. Zie je dat? Nee, ik ga je ontkoppelen en ja, dan kan goed. Jij lekker gaan rusten. Oké, de testresultaten zijn binnen. Ik ben heel benieuwd of er nog iets van verslaving in mijn kopje zit. Hier zit ze. Dag Miranda. Hey Max. Hoe is de test gegaan? Goed, de taakjes zijn goed verlopen. Ik heb een mooi signaal van jou doorgekregen. Dat is fijn. Ja, en ik heb ook gezien dat de reactie op bijvoorbeeld het maken van fouten en op beloning bij jou een klein beetje is aangetast als we het vergelijken met andere jongeren die dit taakje ook hebben gedaan. Oké. Okay. Ik zal het je even laten zien. Zodra je een fout maakt, dan reageert je hersenen meteen. En dat is onderdeel van het cognitieve controlesysteem. En dat vindt hier plaats. Zie je heel mooi met, met die blauwe kleur. Ja. En jij zit daar net een beetje onder met je eigen gemiddelde op dit taakje. Dat betekent eigenlijk dat ik dus minder controle heb over... Ja. Laten we zeggen, mijn emoties en mijn beslissingen. Nou, je brein reageert dus eigenlijk een beetje verminderd, sterk op het maken van een fout. Wat eigenlijk normaal een indicator moet zijn van, hé, je moet je gedrag aanpassen. Of je moet je gedrag een beetje beter bijhouden. Het doet niet zoveel met me. Nee, iets minder blijkbaar. Wat kunnen we nou concluderen op basis van deze resultaten? Nou, het feit dat je controlesysteem iets verminderd was en je beloningssysteem ook iets verminderd. Dat kan betekenen dat dat heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een gokverslaving bij jou. Of dat dat ervoor heeft gezorgd dat dat in stand bleef bij jou. Ja, wat kut zeg, dat het zo allemaal zo onbewust gebeurt. Ja, ja zeker. Ja.
Kan je dat dan trainen? Ja, goede vraag. Daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen, dus dat weten we niet. We weten wel dat bijvoorbeeld mindfulness hier wel invloed op heeft. Ah, dus mindfulness. Ja, sorry. Als er één ding, als ik één ding geen zin in heb, is het wel mindfulness om dit beter te kunnen. Nee, maar we zien wel dat we dit dan beter kunnen. Ja? Ja, dit kunnen we dan echt veranderen. Dus die wordt dan negatiever, deze reactie. En dat is wat we willen. Terug naar Vincent, die nog meer gokspellen aan het ontmaskeren is. En inmiddels is hij zelf ook een beetje meegesleept, volgens mij. Yes, we can help, guys. Let's go! We have a cash on the first bot of the game in this session. We've got a winner, hoor. Wat ben je nu aan het doen, Vincent? Ah, sorry, ik was even afgeleid. Ik zal hem even uitzetten. Ik ben even naar Crazy Time aan het kijken. Ontzettend leuke... wat is het? Gokmachine. Ja, dus wat me echt opviel, dat het ook live spelen tussen zitten. En ja, dat heeft me wel verbaasd. Ik wist niet dat het zo was. En vooral niet dat het zo goed gedaan was. Ziet allemaal super geproduceerd, netjes uit. Hoe weet je dat live is? Omdat er gewoon een host is die super sympathiek overkomt. Die ons guys noemt. Die heel vriendelijk is. Je ziet linksbovenin ook een chat. Dus blijkbaar zijn er nog heel veel mensen zoals ik die dit ook helemaal leuk vinden. En... ja, ze doen dan heel veel slimme dingen eigenlijk. Dus af en toe, niet continu, komen in één keer de winnaren komen naar boven. Ze hebben het dan toevallig alleen maar over de winnaars. Dus je ziet wel dat er, je komt toevallig net omhoog. In totaal meer als 6000 euro gewonnen is. En dan zie je ook de namen erbij wie er gewonnen hebben. Dus ja, het klinkt gewoon als heel veel mensen die hier geld kunnen verdienen. Hoe handig is dat, weet je wel? Het staat alleen niet bij hoeveel mensen verliezen, wat je natuurlijk in een echt casino ziet. Hè? Dan zie je ook heel veel mensen treurig sip wegkijken. Ja, dat zie je hier allemaal niet. Nou ja, dat live aspect is natuurlijk wel slim gedaan. Hè? Dat een beetje een community gevoel geeft. Dat mensen het idee hebben dat ze niet alleen zijn. Ah, ik krijg weer een pop-up, laag saldo. Overigens ook super interessant hoe ze dit dan weer doen. Die blijft ook omhoog komen totdat je geld opwaardeert. En als je te lang niks stort, dan word je er gewoon ook uitgekikt. Dus je wordt ook wel een beetje verplicht om op zijn minst geld te hebben, waardoor het makkelijker is om geld in te zetten. En als je ook even verder kijkt, hè, rechts onderin, daar zit een soort statistieke knop. Je kan continu zien wat de laatste cijfers zijn geweest waar mensen geld op hebben verdiend. Terwijl... ja, als we puur rationeel daarnaar kijken, dat maakt natuurlijk niet uit. Hè? Want dat bord verandert niet. Maar op die manier ontwerp je eigenlijk dat mensen denken... ah ja, de vorige keer was het toevallig 1. De volgende keer zal het waarschijnlijk wel geen 1 zijn. Of precies andersom. 1, die is nu zo vaak gevallen. Ik ga maar op 1 inzetten, want waarschijnlijk blijft die steeds terugkomen. Mensen, hè, dat noemen we de gambling's fallacy... ja, krijgen op die manier een beetje het gevoel dat ze weten... het spelletje doorhebben over hoe ze slim kunnen gokken. Je kunt hem ook weghalen, maar op deze manier krijgen mensen het gevoel dat ze grip en controle hebben en dat ze op die manier eigenlijk dus zichzelf zwaar overschatten. Juist die manier van denken herken ik helaas maar al te goed. En hetzelfde geldt voor Richard. Volgende week breng ik een middag met hem door. Richard gokt elke dag, maar ziet zichzelf niet als iemand met een gokprobleem. Wat voel je nu? Een gevoel van ik wil het terug en zo snel mogelijk. Ik zie om die laptop dwars door de kamer heen te gooien, maar dit is nog niet het einde. Denk het niet, hè.